Zou je liever 3 uur naakt voor je familie zitten? Of zou je liever 5 minuutjes naakt door de straat heen willen lopen? Bruh. Yo, die mensen, welkom terug bij Would You Rather. In de vorige aflevering, en natuurlijk 2 linkjes in de beschrijving, heb ik gevraagd. Would you rather be sent into space without enough oxygen? Or be thrown naked into a pit of deadly scorpions? En ik heb een paar van jullie leukste reacties uitgekozen en we gaan er eventjes naar kijken. Guy van Bruggemum zegt. Ik zou in de ruimte gaan, want dan drijf je in de ruimte en dan kom je een nieuwe planeet tegen. En dan heb je gewoon zuurstof en begin daar een heel nieuw leven. En je kunt ook teleporteren naar de aarde. Meneer van Bruggemum, volgens mij snap je het concept niet van zo weinig zuurstof hebben. Want je hebt namelijk niet genoeg zuurstof om naar een andere planeet toe te gaan zoeken, waar toevallig ook natuurlijk zuurstof is. Want zover NASA heeft gezocht, hebben ze volgens mij nog geen planeten gevonden met zuurstof dan. En laat staan met water erop waar je op kan overleven. En dat teleporteren, wat? Je moet je wel een 10 van de 10 geven, omdat je hele goede fantasie hebt. JMSPP zegt, ik ga voor de ruimte, want als ik voor de ruimte ga met korte zuurstof, kan ik ook, tussen haakjes, als er één is, haakjes sluit, naar NASA toe zwemmen / zweven. En zo niet is het een dood die spectaculair is. Als ik voor de schorpioenen kies, ga ik sowieso dood. Ik ben namelijk al bang voor een spinnetje van 1 millimeter, dus ik ga naar de ruimte. Nou, mevrouwtje J, heb je ooit wel eens gehoord van Want ik namelijk niet, weet je. Ik heb er nog nooit van gehoord. De volgende reactie is van Ryan Ellendebos. Ellendebos, edele bos. Hij zegt, ik ga tussen die twee deze kiezen. Alleen grote schorpioenen, die zijn het minst giftig. Elonde verbetert zichzelf met kiezen met een sterretje erbij. Dus hij zou voor de tweede kiezen. En toen dacht ik bij mezelf van, is dat waar? Kunnen alleen maar kleine schorpioentjes echt giftige shit schieten en grote schorpioenen wat minder giftig? Maar toen zag ik een reactie van de enige echte Murelle Boom. En zij zei eronder van, oh my god, het is nog echt waar ook. Jongens, vandaag hebben we wat geleerd. Kleine schorpioentjes zijn teringiftig en grote schorpioenen iets minder. Holy shit, we leren nog wat bij Roger Weather. En de volgende comment is van, tussen haakjes Minecraft. Ik ga denk ik voor de schorpioenen met 2 redenen. Eerste reden is dat schorpioenen zijn eetbaar, dus neem ik iets mee waarmee ik ze kan doden en opeten. Er stond eigenlijk in dat je in de pit werd gegooid en niet dat je echt specifiek met dingen mee mag nemen, maar oké. Okay. Dus de tweede reden was, al mag ik niks meenemen, dat is wat ik bedoel, dan is nog niet de ruimte, want dan zit je daar heel langzaam te stikken. Tussen langzame doodzaakjes. En de schorpioenen prikken je en even later ben je dood. Ligt natuurlijk aan of het een grote of een kleine schorpioen is aan. Dat heb ik vandaag geleerd. Oh, ik ben zo slim. Er staat nog een A2 bij. What the fuck? Neem kaas bij allebei de mogelijkheden. Kaas helpt bij alles. Alleen als je een klant bent. Stik me in je kutkaas. Ik vond het eigenlijk wel een grappig grapje. Tap je hem, stik maar in je kutkaas. Stik als in te weinig zuurstof hebben in de ruimte. Ja, oké. Okay, ik hoop dat je hem snapt. Laten we maar gewoon beginnen. Would you rather face a zombie attack or a shark attack? Zou ik liever aangevallen willen worden door een zombie of door een haai? Nou moet ik eraan denken, want er zijn heel veel verschillende dingen waar je aan moet denken. Is het bijvoorbeeld 1 zombie of meerdere zombies? Is het 1 haai of meerdere haaien? Is het een snelle zombie? Is het een langzame zombie? Is het... Je weet het maar nooit. Zit ik bijvoorbeeld 1 meter van het strand vandaan? Of zit ik echt midden in de oceaan? Je weet het maar nooit. Maar ik denk dat ik liever tegen een zombie wil gaan vechten dan met een haai. Want ik vermoed dat als je tegen een haai moet gaan vechten, dat je dan sowieso in de fucking oceaan zit. En ik kan mezelf denk ik minder verdedigen in de oceaan dan op het platte land waar ik tegen een zombie ga vechten. Dus laat mij liever vechten tegen een zombie en let's fight that motherfucker. Dus ik kies voor face a zombie en er zijn 73% van de mensen zijn er met me eens. Super chill. Would you rather have a baby dragon or a baby phoenix? Dus zou ik liever een baby draak willen hebben of een kleine vuurvogel, zoiets in de richting. En in het Nederlands is het een phoenix. Dus zou ik een draak willen hebben of een phoenix? Maar de vraag is meer, zijn het nou uiteindelijk vriendelijke beesten als ze uiteindelijk groot worden? En hoe groot worden ze? Wat voor type draak is het? Het zijn allemaal zoveel vragen. Maar een baby draak lijkt me toch wel ietsje cooler dan een phoenix. En over phoenix gesproken, we gaan eventjes een nummer opzetten dat genaamd is Phoenix van MDK. Dan zat gelijke nummertjes, weet ik het ook niet meer. Dus ik ga voor een babydraak en 57 tegen 43. Niet slecht, maar ik zit wel in de meerderheid. Would you rather stop showering or stop brushing your teeth? En dan bedoel ze ook mee, stoppen met wassen van je eigen lichaam en stop met flossen en mondwater en zo. Dat mag ook allemaal niet. En ik denk dat ik dan liever wil stoppen met mijn tanden te poetsen. Want ik vind douchen te lekker en ik wil liever dat alleen mijn mond stinkt dan dat alleen heel mijn lichaam stinkt. Want stel, ik zou een keer bijvoorbeeld in de modder vallen of iets in de richting en ik zou misschien
misschien een beetje smerig worden. Vind ik het toch wel fijn om een lekker douche te kunnen nemen. Dus ik ga voor het lekkere douche. Dus stop het tandenpoetsen. En oh, ik zit in de meerderheid. 65 tegen 35. En de volgende vraag is, zou ik liever nooit meer complimentjes kunnen geven of nooit meer kunnen klagen? Ik denk dat het wel vaak is dat je vaker klaagt. Maar het lijkt me positiever als je het nooit meer zou kunnen doen. Weet je, je zou nooit meer kunnen klagen. Maar ik weet niet of je dan ook het gevoel hebt dat je zou willen klagen. Maar dan kan je altijd in een positieve manier kunnen brengen door een compliment te geven op bijvoorbeeld iets wat wel goed gaat. En dan kunnen uiteindelijk op een normale manier misschien kunnen zeggen dat je het toch niet met bepaalde dingen eens bent of zo. Ik heb geen idee hoe ik het uit moet leggen, maar ik zou liever niet meer kunnen klagen. Dat zou iets chiller zijn. En 78% van de mensen is met me eens. En tegenstelling tot 22% van de mensen. Would you rather not be able to orgasm or not be able to taste or smell anything? Oftewel, zou je nooit meer willen klaarkomen of zou je nooit meer kunnen proeven of kunnen ruiken? Nou zijn proeven en ruiken wel de zintuigen die je eigenlijk het minst gebruikt, denk ik. In ieder geval wel de twee zintuigen die je het eigenlijk het meest kan missen. Maar of ik dat echt zou willen missen voor een orgasme of zo? Nee, niet per se. Dus, ik wil geen orgasme meer en sowieso. Oh, 50-50? Nou, er zit nog iets meer in orgasme ook. Goed genoeg over orgasmes, we gaan gewoon door naar de volgende vraag. Would you rather slay the dragon or rescue the princess? Nou, ik kan je alvast één ding vertellen, want ik heb een babydraak. En nou heb ik die babydraak nou een aantal minuutjes. Dan wil ik niet nu al bekend zijn om mijn fucking babydraak dood te maken. Dus met alle respect ga ik liever het prinsesje redden. Want weet je, ik wil ook niet doodgaan door mijn babydraak. Ik hou van mijn babydraak. Ik heb hem pas net. Als ik echt een draak zou willen doden, dan had ik wel voor een phoenix gekozen, oké? Okay? Het is mijn draak. Ik vermoord hem wanneer ik hem wil vermoorden. En dat is niet nu. Would you rather not be able to stop being serious or not be able to stop joking? Oftewel, zou je niet meer kunnen stoppen met serieus zijn of zou je liever niet meer kunnen stoppen met alleen maar de clown uithangen? Dan sta ik op YouTube al bekend om alleen maar als clown uit te hangen en serieus is ook wel belangrijk in het leven. Maar het lijkt me veel leuker om gewoon niet meer serieus te kunnen doen en gewoon alleen maar de clown uit te hangen en alleen maar problemen te veroorzaken in een leuke zin dan. Dus not be able to stop joking. Lijkt me hartstikke leuk. Een hartstikke leuk leven. En 59% van de mensen is met me eens. Hoppakee, ik heb tot nu toe elke keer de meerderheid. Would you rather have an excellent relationship with an imaginary friend or have a terrible relationship with three real friends? Dus zou ik liever een goede relatie willen hebben met een vriend die ik heb verzonnen. Dus die tussen het kopje zit. Of een vreselijke vriendschap hebben met drie vrienden die het echt zijn dus. Oftewel Joost, Harm en Jeremy. Fuck the squad. Ik ga voor mijn fucking imaginary friend. Let's go. Hoppakee. En 73% tegen 27. Hoppakee. Meerderheid. Link gaat uit de squad. Het is overduidelijk confirmed hier. Would you rather buy a PS4 or buy an Xbox One? Bruh, ik koop gewoon een Wii U, motherfucker. Would you ever have an incredible nice car or have a personal helicopter? Dan denk ik dat u met een personal helicopter bedoelt dat er ook iemand is als piloot zijnde die voor jou die shit wil besturen en jou weg wil brengen. Dan zou ik liever voor een helikopter willen gaan, want die shit kan je overal heen brengen. Het lijkt me echt super relaxed om ook gewoon even bij een party te komen en zeggen van, yo bitches, ik spring gewoon even uit een helikopter en ik ben gewoon op het feest. Lijkt me super dik om te doen, dus ik fuck die auto. Ik ben echt geen autopersoon. Geef mij die persoonlijke helikopter maar. Let's go. Oh my god, in de minderheid. Maar bijna op het randje, dus don't blame me. Would you rather sleep in a room a little too hot or a little bit too cold? Dan ben ik zelf echt heel erg blij met de warmte. Ik hou van warmte. Ik zet net zo goed de verwarming nu echt op 100. En dan zit ik hier gewoon te sauna, zit ik te zweten. Dat vind ik heerlijk. Omdat ik in de kou zit. Ik hou niet van de kou. Dus ik ga liever voor een lekker tikkie iets te warm. Dus daar kies ik ook voor iets te warm. En oh my god, zoveel mensen tegen mij. Ik snap ook wel wat meer koud voor kiezen. Want dan kan je altijd nog tekens omheen doen dat de kamer ook gewoon wat lekkerder qua temperatuur. Ik snap het wel. Maar ik hou gewoon van de warmte. Would you rather live a life knowing there is a God and die to find out there is none? Or live a life knowing there is no God and die to find out there is one? Dus zou ik liever willen leven en niet geloven in God en doodgaan en dan erachter komen dat er wel eentje is? Of juist vice versa, juist leven dat ik denk dat er geen een is en dan ga ik dood en dan is er juist wel eentje. Oké, dat is heel erg verwarrend om te vertellen. Ik weet nou niet of ik het goed heb gezegd, maar je snapt wat ik bedoel. En ik zou liever willen leven en dan geloven dat er geen God is en dan erachter komen dat er wel eentje is. Want op het moment van spreken geloof ik eigenlijk niet in een geloof. Ik geloof niet per se in iemand die daar in de hemel zit of iets in de richting die naar mij kijkt en zegt van, yo, jij Link, jij krijgt nu even 5 euro op de grond en denk, oh my god, ik heb 5 euro gevonden, dankjewel God. Nee, daar geloof ik niet in. Ik geloof alleen in de lama God, ik geloof alleen in de koken God, ik geloof alleen in Blank en ik geloof in de almighty potato. Dus eigenlijk geloof ik er al een beetje in, maar ik wil liever niet geloven en uiteindelijk zien dat er wel eentje is en dan hopen dat het maar goed is. Dus ik ga voor dat
dat antwoord. En zo 69 tegen 31%. Nice. Would you rather tea or coffee? Tea all the way, motherfucker. Hoppakee. Oh, het internet is met me eens. What the fuck? Tea is alles in het leven. Tea is alles. Would you rather control your dreams or watch them the next day? Dan zou ik liever mijn dromen kunnen beïnvloeden. En dus zeg maar, als ik droom over bijvoorbeeld dat ik op een boot zit. Dat ik dus echt letterlijk mezelf kan besturen en weten wat ik doe in die droom. Of zou ik liever de dag erna wakker willen worden. En dus denk van, nou, ik ga even zappen. Oh, dat is mijn droom. Die ga ik even kijken. Nou, aangezien je dus zo lang slaapt in de periode van dat je, ja, met je onderbewustzijn, ben je dus eigenlijk heel de periode eigenlijk aan het dromen. En om dat allemaal terug te gaan kijken, ben je ook weer de helft van je dag kwijt. Dus dat lijkt me niet zo'n slim plan. En je dromen kunnen, ja, kunnen controleren en alles kunnen doen. Dat lijkt me echt fucking vet om dat echt gewoon bewust te kunnen. Ik heb het al een paar keer gehad dat ik eigenlijk mijn dromen eigenlijk bewust kon, bedienen, zeg maar. Het is wel cool dat je, zeg maar, weet dat je dat kan. En er zijn allemaal verschillende technieken voor dat je dat kan trainen aan jezelf, dat je dat heel vaak kan doen. Om dat gewoon te kunnen lijkt me super vet, dus daar gaan we ook gewoon voor kiezen. Let's go. Oh, 57 tegen 43%. Choose. Would you rather be beautiful but living a poor life forever or have all the money in the world but living with an ugly face forever? Hallo, zie je dit gezicht? Zie je dit gezicht? Dit gezicht is toch prachtig? Ik weet niet. Ik denk dat, ja, weet je, hoe arm ben je dan? Ben je arm als een, zeg maar, een zwerver? Of ben je arm als, zeg maar, je hebt het minimumloon? Want als het minimumloon is, ga ik wel voor het minimumloon. Want ja, met een prachtig mooi gezicht kom je heel ver in de wereld. En kijk eens aan, het 100% tegen 59. Klopt geen notering van. Oké, ik ga wel door. Would you rather lose a preferred thumb or lose your index and middle finger of your preferred hand? Oftewel, zou ik liever hier van mijn duim kwijt willen raken of zou ik liever deze twee vingers kwijt willen raken? Ik denk dat ik hier heel weinig mee kan, maar ik denk dat ik hier ook heel weinig mee kan. Ik weet niet, een duim is wel heel belangrijk hoor. Even serieus, een duim is wel echt heel belangrijk. En zo in principe kun je ook wat dingen oppakken, maar dat is ook wel moeilijk hoor. Weet je wat? Fuck mijn duim dan, weet je. Ik heb nog andere hand. Oh, 60% tegen 40%. Yes! Oh, dat was wel een lastig vraagje. Dat was een lastig vraagje. Would you rather be a carrot or a cucumber? Ik zou liever een carrot willen zijn, want dan heb ik prachtig mooi haar. En kijk, 52% tegen 48, nice. Would you rather be a robot or an alien? Ligt eraan. Ja, alien is heel veel verschillende dingen. En een robot ook. Weet je, lijkt me wel cool om alien te zijn. Let's fucking go. Hoppakee, 54 tegen 46. Would you rather be naked in front of your whole family for 3 hours? Or run through a downtown naked for 5 minutes? Oftewel, zou je liever 3 uur naakt voor je familie zitten? Of zou je liever 5 minuutjes naakt door de straat heen willen lopen van Rotterdam of Amsterdam? De keuze ligt aan jullie. Laat het vooral je weten beneden de reacties. Welke van de twee jij zou kiezen en de leukste reactie ga ik er voor de volgende keer ga ik ze gebruiken. Oh ja, en nog één belangrijk dingetje. Dus een paar dagen geleden kan je trouwens hier ook stemmen, hier bij die endcard die hier komt. Dan komt er zo'n i'tje en die popt zo naar buiten. Als je daarop klikt kan je ook stemmen en die resultaten laat ik ook zien aan het einde van de aflevering. Dan kunnen we zien hoeveel de verhouding is tussen jullie. Weet gewoon dus daar ook niet eens gaan stemmen en natuurlijk je reacties hier beneden in de reacties te doen. En bedankt voor het kijken naar What You Rather en ik zet een mening. Dat is later. What You Rather, date a Playboy Bunny or date a Victoria's Secret Angel? Weet je, het zijn allemaal mooie dames. Ik ga voor de...